Welkom bij onze YouTube-creatie van 21 november 2022. Het is vandaag 7 september terwijl we dit filmpje opnemen. Het is nog lekker warm, alhoewel het al lekker afgekoeld is. En mijn raam staat open, dus mocht je wat horen, maar anders zweten we echt helemaal eruit. We gaan vandaag iets leuks maken, althans ik vind het erg leuk. Ik hoop jullie ook. Het is niet al te moeilijk, maar soms zijn simpele dingen net zo leuk. Ik ga even een lampje erbij aandoen, zie ik. Als het zonnetje weggaat. Zo, is denk ik beter. We hebben 2 keer kartstok nodig. En we hebben er een van 14 centimeter bij 10 nodig. Leg ik even opzij. En we hebben 27 bij 10 centimeter. Lange kant, korte kant. Ik heb een leuk achtergrondpapiertje uitgemaakt op de maat 9,7 bij 12,7. Dus een achtergrondpapiertje, designpapiertje. Kan je straks doen. Kan je zelf kiezen wat je wilt natuurlijk. Hè? Ik ga hem in het thema kerst maken. Dus ik heb al even wat kerstboompjes uitgestanst. En die zijn van Marianne de Zijn, de mal. Dus een oude snijmal is het al. Leg ik even aan de kant. Ik heb een gedeelte van de arreslee van Marianne gemaakt. Maar ik heb hem niet helemaal compleet gemaakt. Want hij komt op mijn creatie. Zie je straks niet zoveel van. De onderkant. Uiteraard een leuke sneeuwpop. Want wat hoort er nou bij de winter en kerst? Een leuke sneeuwpop. Althans, dat hopen we altijd. Een witte kerst. En voor de arreslee hebben we natuurlijk wel Rudolf. Ik zie dat het een beetje tocht, dus valt hier van alles naar beneden. Ik ga heel even mijn raam dicht doen. Zo. Al mijn creaties achter op mijn rug liggen op de grond. Maar maakt niet uit. Ik kan straks ook nog even aan de bel komen iemand. Want ik zit op een pakketje te wachten. En dan... zet ik jullie even op pauze. Moet ik even goed opletten dat we dat wel doen. Anders zijn we het begin van het filmpje alweer kwijt. We gaan beginnen met de railbot. En ik heb een scorebot. Die gebruik ik dan. Ik leg hem even over de logo. En ik leg hem altijd met de kanten van de maatkant aan de linkerkant van mij. En omdat ik dat zelf gewoon makkelijker vind. Ik leg mijn stansjes ook even aan de kant. Zo zonde zijn als dat dubbel komt. En dan gaan we beginnen met de 27 bij 10. En die gaan wij rillen. En die rillen wij op 13. En die rillen we op 14. En die rillen we op 17. En op 20. Op 21, op 23, 25 en 26. Nu heb ik staan rillen op 27, maar ja, kan rillen wat ik wil, maar dat is gewoon de eindstand. Dus die hebben we even. Ik ga hem herhalen. Deze is 27 bij 10. Op de lange kant gaan wij deze rillen op 13, op 14, op 17, op 20, op 21, op 23, op 25, op 26. Eindstation is 27. Dan pakken we de andere. Van 14 bij 10. En die gaan we rillen op de lange kant van 14 op 1. Hoppa. Leggen we die even aan de kant. Mijn scorebord. Dan pakken we deze van 14 bij 10. En dit doen we met de rillijn naar beneden. Dat is dus, ik ruim even om. Wij hebben linnen karton. Linnen karton is dat er aan de ene kant een structuurtje van linnen op zit. En aan de andere kant is die glad. Ik ga hem op de gladde kant ga ik hem aftekenen. Dus we pakken pen en potlood en lineaal erbij.
En die ga ik aan de bovenkant. Ik heb mijn 1 centimeter lijn naar beneden. Die ga ik eventjes kijken. Hij is 10. Ik zet een streepje op 1 en ik zet een streepje op 9. Dat doe ik aan de onderkant ook. Dus boven de rillijn. 1 en 9. Dan trek ik hier even een streep door. Niet door, streep, een rechte streep. En dat doe ik aan die kant ook. Ik draai mijn werk altijd, want ik werk altijd graag van mijn af in plaats van mijn toe. En ik denk dat het ook komt omdat ik voor die focusglazen heb. Want ik ben voor veraf zo kippig als ik weet niet wat. En mijn ogen corrigeren hem niet meer op tijd. Dus ik heb nu sinds een half jaar, drie kwart jaar voor die focus. En ik merk dat ik dan toch wel meer van me afwerk. Als het dichtbij is, zet ik mijn bril af. Want dan kan ik perfect zien voor dichtbij. Echt heel goed. Maar om... dat mijn ogen niet corrigeren dat mijn sterkte voor ver af zo groot is met mijn bril op. En mijn bril op af, ook helemaal tureluurs van. Dus dan doe ik hem dan niet. Ik had ook al gezegd dat we dat aan de onderkant en bovenkant ook die 1 centimeter doen. Ik zit gewoon weer te kletsen en vergeten dat te zeggen. Ik heb hem nu rondom 1 centimeter gedaan, buiten mijn rillijn. Dus vanaf mijn rillijnen. Die rillijn telt even niet mee. Dan is 1 centimeter onder, boven, rechts en links. En dat binnenstuk hier zo gaan wij eruit snijden. Dan kan Debbie dat heel erg goed uit de losse hand. Je kan het natuurlijk ook knippen. Hè? Heb ik bij mijn vorige, bij mijn dummy ook gedaan, geknipt. Maar dit is dan net even mooi. Ik kan sommige doen met, ook met een railbord. Kan ook. Met zo'n snijrailbord. Maar ik vind dit gewoon net zo makkelijk. Ik wil even kijken dat ik niet met mijn haren erin zit in jullie beeld. We gaan al richting het oude jaar. Naar het eind van het jaar. Het oude jaar wou ik zeggen. Het is nog niet oud. Met onze creaties. Nu is september dus natuurlijk nog niet. Maar met onze creaties wel. Ik moet zeggen, er komen nog best wel leuke dingen aan. We hebben ook voor het nieuwe jaar nieuwe plannen. Hele leuke nieuwe uitdagingen. En dat vertellen wij jullie in onze koffieronde natuurlijk weer. En dat is dan de laatste van december dat we de alle nieuwtjes vertellen voor het nieuwe jaar. Zo, die hebben we eruit gesneden. Dit stukje doen we niks mee. Kan je natuurlijk bewaren voor restjes. Ik heb altijd zo'n bak vol met restjes. Ik leg mijn mes wel even aan de kant. Ik ga mijn rillijn gewoon even vouwen nu. Pak ook even mijn vouwbeen erbij. En ik vouw hem even netjes om. En dan sla ik hem even terug. Omdat we hier toch mee bezig zijn, ga ik daar even dubbelzijdig tape doen. Even kijken. Yes. Dan doe ik hem hier aan de onderkant. Op die 1 centimeter wat we gerild hebben. En net al gevouwen hebben. Ik weet niet of jullie het horen, maar je hoort tik, tik, tik. De laatste was zit erin, de droger. De was hangt buiten, maar ik kan dus niet zoveel meer kwijt erop. Dus ik moet toch maar eentje in de droger doen, wil ik het wegwerken. Nu heb ik de lange stuk van die we net hadden, 27 bij 10. En dat is dan de eerste in 13. Ik draai hem even om. De eerste vouw vanaf de 13 centimeter is een dal. Dus die gaat naar beneden. Dan... sla ik de tweede vouwlijn over en ik pak de derde vouwlijn en dat is een berg. En doordat ik dit dan als vouwlijn doe, pak je automatisch de tweede en de vierde mee. Zien jullie? Kijk. Dan sla ik de volgende vouw, de rillijn weer over en ik pak dan weer daarna, dus niet de eerste, maar de tweede weer van de berg en dat wordt ook een berg. En doordat ik dit doe, krijg je dan automatisch weer dat die andere lijnen ook geplakt of gevouwen worden. En de laatste gaat omhoog. Dan zal ik hem even de zijkant laten zien. Dus we hebben een dal. We slaan er één over. Die berg gaan we vouwen. Zodat we die berg vouwen, worden de andere twee worden een dal.
Sla die andere over. Die vouw wordt een berg. Wordt dit automatisch ook een dal. En de laatste doen we dan ook. Dan gaan we even op zijn kop leggen. En pakken even dubbelzijdig tape. Nou, ik had ook eigenlijk... Ja, doen we wel dubbelzijdig tape. Zeg op die andere doek eventjes. Doen we op de eerste, op de achterkant, doen we van de laatste centimeter, gaan we het dubbelzijdig tape plakken. Hoppa. Dan pak ik mijn, die heb je ook altijd gebruikt, heb ik ook gebruikt, niet zo heel vaak. Maar voor nu is het wel makkelijk. Dus we hebben de eerste rillijn, tweede rillijn. Tussen de tweede en de derde rillijn doen we lijn. En ik gebruik dan nu deze, ook van de Action. Soms is het makkelijk, ik gebruik hem niet altijd. En ik ga hem vouwen, zodat deze netjes dichtgeplakt wordt. Dan sla ik deze over en dan komt op de volgende ook. Dus één overslaan, de twee van die 2 centimeter gaan we ook lijm doen. En dan plakken we die ook weer dicht. En dan komt, als alles staat, hebben we dit gemaakt nu. Even goed aandrukken natuurlijk, de lijm netjes. Waarom ik hem niet op de smalle doe, dat vind ik altijd erg lastig. Want dan krijg ik niet, dus ik plak hem liever met een dubbelzijdig tapeje. Voordat we de dubbelzijdig tape gaan plakken, dan ga ik deze opplakken. Of zeg ik van, nee, die ga ik nog niet opplakken, want ik ga deze aan de binnenkant. Dat zou zonde zijn, dan zit die op mijn designpapiertje. Dat willen we eigenlijk niet. Dus die doen we stro. Ik ga wel even mijn onderste plakbandje eraf halen. Dan ga ik even kijken of ik het goed doe naar beneden. Ja. Dan pakken we de tweede van 10 bij 14 met de rillijn nu naar boven. En deze gaan wij plakken hier netjes op. Ik hou hem even goed op de rechterkant, die goed er tegen de rillijn aankomt. Ik plak hem vast, ik hou hem hier erop. En ik trek heel voorzichtig mijn plakbandje eraf. En dan deze hier aan vast. Nu ga ik hem hier van boven eraf halen. Doe hem nu naar boven. Draai mijn papiertje even om. Want we hebben de rillijn naar binnen gedaan. En die gaan we op de achterkant van het papier plakken. En dan doe ik hem even naar me toe. Want ik wil hem natuurlijk wel heel goed hebben. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik hou hem hier vast. Hier zit nog geen lijm. Hou hem goed op de uiteinden, dat mijn rillijn erop zit. Trek een stukje eraf. Ik hou hem er weer goed op. Trek weer een stukje eraf. Nou. En voilà. Nou hebben we dit gemaakt. Zo kan je het misschien ook zien. Dan pak ik mijn lijm. Mijn lijm. En dan ga ik, want mijn designpapiertje kan ik hier zo achterin schuiven. En ik vond het leuk om de letters en de kleur blauw te doen. Ik kan hem ook eventueel de andere kant doen. Maar ik vond dat wat minder spreken. Wat vinden jullie? Ik vind dit dan wel erg leuk. Het is tenslotte december, kerst, waarvoor we de creatie maken. Dus ik ga hem hierop doen. Ik ga gewoon lekker lijn erop doen. Nu gaan we zo lekker spelen met de losse elementen. We hoeven niet altijd, wij denken heel vaak te moeilijk hoor. Dat merken wij ook zelf. Om jullie leuke creaties te laten zien. En dan denken wij, oh het moet zo, het moet bijzonder. Het moet natuurlijk, het moet leuk zijn en mooi zijn. En we hopen ook bijzonder af en toe te maken. Maar soms kan simpele dingen eigenlijk net zo leuk zijn, hè? Waarom niet? Nou, dan komen mijn losse elementjes erbij. En dan pak ik alleen even mijn andere lijn erbij.
denk het ligt wat op de grond, maar dat was natuurlijk net met de windvlaag gevallen. Ik doe de Dutch Doobidoo lijm erbij pakken. En waarom? Ik vind dat prettig omdat dit een wat dunnere punt heeft. Ik vind het leuk. En dan gaan we even prillen. Ik ga hem maken zo. Jullie kunnen hem maken zoals jullie hem zelf willen natuurlijk. Hè? Maar ik vind het wel heel erg leuk als daar een kerstboompje achter komt. Die kerstboompje ga ik straks nog leuk met wit of gesso of wat dan ook doen. Die kerstboom ga ik hier opmaken. Eerst op mijn achtergrond. En dan steek ik hem even wat uit. En dat maakt niet uit. Ik steek hem wat uit en dat maakt niet uit. Dat is, klinkt leuk. Ik pak mijn pincet erbij. Nog voor mijn neus. En waarom mijn pincet? Mijn handen doen niet altijd wat ik wil. En ik vind het fijn om dat dan te werken. En ik ga deze gewoon op de achterkant plakken. Zie je? Hij steekt hieruit. Gaan we straks oplossen. Ik pak een lichtere. Die ga ik ook plakken. Maar die wil ik nu zo krijgen dat die op de tweede rij komt. En dan mag die wat lager. Dus ik ga hem hier gewoon met lijm. Kijk, en nou kan ik hem wel met mijn handen doen. Althans, dat hoop ik. En die plak ik op de eerste opstandje. Zien jullie? Op de eerste rij. Dan heb ik nog een leuke voor op de achtergrond. Want ja, op de achtergrond mag natuurlijk wat meer kerstbomen staan. Het is tenslotte feest, kerst. En die plak ik gewoon aan de rechterkant ook. En laat ik ook uitsteken. Dan pak ik de volgende. Ook lijm. En die ga ik ook op de achtergrond. En ik kom zo terug. En nu ga ik op pauze drukken. Nou, dat waren twee vliegen in één klap. Want ik kreeg twee pakketjes. En die kwamen tegelijk. Dus dat scheelt. Ik had deze al lijm opgedaan. En die ga ik nog even hier plakken. Ik doe hem wat hoger. Dat het wat meer diepte gaat krijgen. En dan druk ik hem even aan. Kijk. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Dat is zo. Als je nou denkt, wat loopt ze te hijgen? Yep. Ik moest even rennen. Ik wil mijn Rudolfje op mijn tweede lijn hebben. En nou wil ik hem niet helemaal. Dus ik ga zijn kontje uit laten steken. Nou, dan kan het beter zijn kont uitsteken dan ons kont. Oftewel mijn kont. En ik ga hem plakken op de plek. Ik leg hem heel even neer, want ik moet wel even goed kunnen zien of het goed gaat. Zie je, ik moet hem even vasthouden. Hij droogt anders niet. Zie je, dan zit hij voor die kerstboom, terwijl hij op dezelfde lengte zit. Maar hij komt ervoor. Dan heb ik nog een half kerstboompje. En die ga ik plakken op de voorste. Zodat we daar weer de diepte krijgen. En dan doe ik hem alleen hier aan de onderkant weer. En die plak ik dan hiervoor. Als ik nou een hele had genomen, bijvoorbeeld. Dan had ik heel veel van onze Rudolf weggehaald. En dat vind ik dan wel jammer. Dus die heb ik dan weer erop gedaan. Dan heb ik mijn arreslee. En mijn arreslee wil ik hier ervoor hebben. Zien jullie? Daarom heb ik niet zo heel veel. Dus ik ga daar ook lijm op doen. En dan doe ik hem. En hier weer op. Nou had ik toch wel. Ja, hij loopt wel. Ik denk, oh, ik heb toch wel op play gedrukt. Hè? Dan missen we een heel stuk weer. Het is even priegelwerk. Maar ja, eigenlijk niet. Maar voor mij is het even priegelwerk met mijn handen. Dat mijn handjes niet altijd doen wat ik wil. Kijk hoe leuk je al de diepte gaat krijgen. Zien jullie? Dan heb ik hier nog een paar kerstboompjes. Ik heb hier nog zo'n heel kleintje. Maar ik heb hier ook nog twee halfjes. En die halfjes wil ik dus echt aan deze kant hebben. Nou, vind ik het leuker als dat stammetje eraf is.
Dus ik pak mijn schaartje. En je kan niks fout doen. Hè? Je kan hem ook maken zoals je hem zelf wilt. Je kan bijvoorbeeld ook veel bloemen erin doen. Of wat je dan zelf ook wilt. Wat je leuk vindt. Het hoeft niet per se dit te zijn. Hè? Ik ga hem aan de andere kant doen. Ik zie dat ik de verkeerde kant heb geplakt. Maar dat maakt niet uit. En alles wat straks uitsteekt, knippen we weg. En die komt dan aan die kant. Knip ik ook even het stammetje ervan af. Ondertussen van het heen en weer rennen, heb ik er dus alweer bloedheet. Het was wel lekker vanmorgen. Gisteren ook was ik even hier op de kamer om alles voor te bereiden en uit te stansen. En mijn man zat beneden. Ik zei, ik word gek van me naar boven, zo warm. En dan heb je dus alweer. Nou kan je bijvoorbeeld, als je zegt van joh, ik vind dit randje niet zo leuk, zo'n kerstboompje ook op zijn zijkant leggen. Dan knip je hem af, even andersom. Knip je hem af en dan is het net of je groen hebt. Zie je hoe leuk dat is? Misschien doe ik dat straks wel. Maar ik heb natuurlijk ook nog even mijn sneeuwpop. En die sneeuwpop ga ik hiervoor op plakken. En dan doe ik even deze kant. Kijk. Zo. En snel maar. Hij moet even iets omhoog met zijn billen. Chillen met je billen, chillen met je billen. Je kan natuurlijk ook even de kerstboompjes kleiner maken. Dat kan ook. Dat er hier nog een kerstboompje voorkomt. Dat het misschien een beetje leuk maken. Als hier nog een kerstboompje komt. Hier komt er nog zo'n leuk kerstboompje voor. Knip hem hier ook nog even ietsje af. Is dat leuk? Dat is natuurlijk niet zo mooi. Dus anders pikken we daar straks nog even een puntje van af. Dan pak ik nog even een nieuwe erbij. Deze vind ik dan wel erg leuk om hier te plaatsen. Ja, dat geeft net de ruimte. Ga ik nog een paar van die piekjes maken. Zodat we die dan ook echt groen hebben. En dan heb je hier zo je kaart. Je kan ervoor kiezen om dan... Oh, ze horen. Je kan ervoor kiezen natuurlijk om hier dessinpapier te doen. Ik doe misschien hierboven nog even iets met kerstgroen. Dat weet ik nog niet. Daar ga ik nog even mee stoeien. Ik ga deze uitstulpels wegknippen. Want ik wil hem... Oh, en ze staat. Oh nee, dat was van de Arslee. En dat doe ik aan deze kant ook. En dan ga ik er straks als laatste de kerstbomen nog met groen doen. Met sneeuw doen bedoel ik. En misschien doe ik even een stukje. Maar dit is dus de creatie geworden. Voor nu. Oh, ik vergeet helemaal, jullie zeggen ook niks. Het kerstgroen even wegknippen. Zodat die... gelijk is met de bodem. Ik hoop dat jullie deze heel erg leuk vinden. Ik ga nog heel eventjes wat, misschien een kerstboompje hiervoor doen om het af te maken. En ik wil nog hierbovenop nog iets groen. Maar op de foto kunnen jullie het eindresultaat zien. Ik ga zeggen, mocht jullie hem maken, laat het ons weten, laat het ons zien. Zet hem in de album van op onze Mutsenclubpie. Dit was onze YouTube-creatie van 21 november 2022. Het is nu 7 september, terwijl ik hem heb gemaakt. We lopen lekker vooruit. En ik zou zeggen, heel veel knutselplezier. Ja, plezier. En tot snel weer. Doei doei!